sinds zijn vorige single Mooie Dag was een ontzettend groot succes en leverde hem een nominatie op als beste zanger voor de aankomende Phoenix Awards. Het heeft even geduurd, maar er is nu een nieuwe single op een nieuw label en zo mogelijk nog swingender dan zijn voorganger. Jay, dat zal zo zijn. Ik hoop dat de rest van Nederland het ook vindt. Ja. Nu iets heel leuks. Tommy, kom maar. Tommy. Protocolair moment. Ik zeg niet dat we hoeven te gaan staan, maar Jay, moet je even kijken. Nee, dat meen je niet. Mooie Dag is geworden voor de verkoop van meer dan 60.000 exemplaren in Nederland. Wow. Dubbel platina! Wauw. Dit is heel gek. Dit is echt heel gek. Dit is heel, heel gek. Ik was gisteren in België om een gouden plaat op te halen. En toen zei ik, ik hoop dat Mooie Dag misschien ook een gouden plaat wordt. En die dubbel platina, hou op! Oh, mijn mama! daar zit ze. Mama. Oh, mijn god. Hey Jay, Jezus. Ja, geniet ervan. Genieten jullie er allemaal van. Maar even toch. Het is mag ik hem vasthouden tijdens het zingen? Zing. Hou vast. We hebben toeval. Clouseau aan tafel. Ja. En voor de uitzending zijn we samen muziek gaan maken. Dat hoeft niet nog een keer. Ja, maar in ieder geval, jij zei toen, dit zijn de jongens die mij Nederlands zingen. Ja, maar ik snap niet wat mij allemaal overkomt. Is de grootste, echt, dit zijn mijn idolen, zeg maar. Door deze jongens ben ik Nederlandstalig gaan zingen. Want al mijn andere vrienden zijn begonnen met Engelstalige muziek. En ik heb vastgehouden aan Nederlandstalig. Door Clouseau. En nou krijg ik dit en... Gisteren een gouden plaat en ik mag mijn single bij de wereld draai door doen. Ik weet het niet meer. Ik ga niks meer zeggen. Jay, zet hem op! Let's go dan, jongens. Je lijkt op iemand, je praat als iemand. Iemand waarmee ik was. Maar ik kreeg het warm van de ogen. Vlinders in mijn buik. Alles waar ik van hou. En je loopt als iemand, klinkt als iemand, iemand waarmee ik was. Maar zij heeft de lente in de ogen, zomer in de stem. En die hoor ik niet bij jou, ja. Je moet gewoon doen, als ik jou was zou ik gewoon doen. En ik heb te lang geluisterd naar je onzin, dus ik zou gewoon doen. Denk eventjes een beetje aan je domein. Maak je niet zo kwaad. Zomaar ga je zo doen. En ik luister nu te lang naar die dingen. Waarom zou je zo doen? Doe eventjes een klein beetje gewoon mijn. Mij krijg je niet kwaad. Je lijkt op iemand. Praat als iemand. Iemand waarmee ik was. Maar zij heeft de lente in de ogen. Zomer in de stem. En die hoor ik niet bij jou. Ja. De single Je Lijkt op Iemand is te koop in de Phoenix Awards. Wordt volgende week donderdag uitgereikt. Ja.